Mustafa Amhout, de coronacrisis heeft het hele land in zijn greep. Ja, het hele land, maar ook eigenlijk de hele wereld. Als je ziet waar het begonnen is in China, maar ook naar Italië en nu overgeslagen is zelfs naar Latijns-Amerika, Amerika, dan heeft het de hele wereld in de greep en het is een ongekende crisis. Wat betekent dat voor uw werkzaamheden in de Tweede Kamer? Ja, als Kamer zijn we natuurlijk om de overheid, de regering te controleren, maar ook mee te denken. Het kabinet zelf heeft de afgelopen weken maatregelen genomen in het kader van de gezondheid. Gisteren nog een maatregel om de verpleeghuizen af te sluiten of dicht te doen. Hoe pijnlijk die beslissing ook is. Want iedereen wil toch haar vader of moeder zien, of opa en oma. Maar ook een hele grote pakket van maatregelen over economische ondersteuning voor de MKB'ers, de ZZP'ers, ook bij ons hier in het dorp. Dat ze zo snel mogelijk op die regelingen gebruik kunnen maken. Want dat is een flinke ingreep op die gezinnen, op de werknemers. En dat moeten we proberen tot een minimum te beperken. Dus u vindt de maatregelen die genomen zijn juist? Die zijn ongekend groot. Dat heeft Nederland volgens mij nog nooit gedaan. Dat gaat over meer dan 10 miljard euro alleen voor de komende maanden. We moeten nu zorgen dat we zo snel mogelijk overgaan tot een goede uitvoering. Dat mensen werktijdverkorting kunnen aanvragen. Dat mensen de gebruik kunnen maken om belastingen uit te stellen. Dat mensen gebruik kunnen maken van de extra kredietfinanciering van de banken. De banken werken ook goed mee. Dat is een heel zwaar beroep doen we op die banken. Dat is denk ik heel belangrijk dat die MKB'er, die ZZP'er in het centrum hier, of het nou de kledingwinkel is, of de land- en tuinbouw, maakt allemaal niet uit, dat die zo snel mogelijk geholpen worden. Want er heerst grote onzekerheid bij die ondernemers. Hele grote onzekerheid. Ik heb wel gisteren ook in de enquête zien dat de ondernemers heel positief reageren op het pakket van maatregelen. Maar nogmaals, uitvoering, 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 dat is nu prioriteit. Ja, wat moet er volgens u gebeuren, vooral die uitvoering? Ja, we wachten nu op de nieuwe regeling. Ik hoop dat die maandag of begin volgende week in gang kan gezet. Die werktijdverkorting. Heel veel duizenden mensen hebben die al aangevraagd. Maar er komen denk ik nog een aantal duizenden die dat willen gebruik maken. Maar gelukkig gaat dat wel per 1 maart terug. Dus mensen hoeven zich daar niet ongerust over te maken. En er is voldoende geld in kas voor de overheid om dit te betalen? Ja, Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, heeft duidelijk gezegd, geld is op dit moment absoluut geen probleem. Het pakket maatregelen is heel groot. Kijk, heel veel kan de overheid ook niet meer doen. Hè, want we moeten nu, je kunt heel veel maatregelen bedenken, maar dat moet allemaal uitgevoerd gaan worden. En nogmaals, de mensen zijn geholpen als ze inderdaad die loonkosten gedeeltelijk terugkrijgen. Of dat ze dat geld weer op de bank hebben staan. Dat ze genoeg liquiditeit hebben om hun personeel te betalen, om hun rekeningen te betalen. Blijven dus wel grote twijfels, want hoe lang het gaat duren is niet duidelijk. Dat is absoluut niet duidelijk en dat maakt een beetje somber. We zien nog geen licht in de tunnel. Ik verwacht persoonlijk dat in de komende dagen, komende weken, denk toch als het nodig is, heeft ook het kabinet gezegd dat er toch maatregelen versterkt gaan worden. Dat we misschien toch meer thuis moeten blijven, misschien toch meer winkels dicht gaan. Maar gezondheid staat wel op nummer 1. Plek nummer 1 is de gezondheid voor jezelf, voor je gezin, voor je werknemers. En tegelijkertijd moeten we kijken naar economische maatregelen. Maar men heeft het ook over de lockdown. Dat is een hele grote stap. Wat vindt u daarvan? Ja, lockdown begint voor mij een buzzword te worden. Hè. Lockdown wordt gezegd, iedereen alles binnen, helemaal niks. Ik denk dat het belangrijkste is, en dat geldt ook voor de ouders, want ik zie nog heel veel kinderen samen spelen op de pleintjes. Zorg nou dat de groepen, het gaat niet over groepen van 100, ook kleine groepjes, minder contact, hou die afstand van 1,5 meter. Want voordat je het weet is iemand besmet en dat wil je niet. Andere vraag, er kwam een voorstel van een inwoner hier in Pelemaas. Die zei, laten we de maand april afschaffen. Ja, ik zag het van John Theeuwen. Dat was een heel creatief idee. Ik heb hem ook telefonisch gesproken. Je ziet ook in deze crisis waar leed is. Mensen in de omgeving hebben die ziek zijn of overlijden. Bedrijven die het somber inzien, zie je ook nieuwe ideeën, creatieve ideeën. En dat van John Theeuwen, vond ik, heeft mij wel aan het denken gezet. En dat hebben we ook nodig, ook in deze crisis hebben we mensen nodig die positief blijven denken van hoe gaan we hier uitkomen en meedenken. En het idee hoeft niet altijd te slagen, maar laten we ook elkaar wel positief benaderen. Dan zou het kunnen? Ja, daar zitten wel wat haken en ogen aan, maar het begint altijd om dingen te agenderen. En de creativiteit moet je stimuleren en niet de kop indrukken. U krijgt ook veel vragen? Elke dag. Ik ben nu ook thuis aan werken. We hebben deze week de eerste fractievergadering die ik meemaak in de 4 jaar via de videoconference call. Ik ben elke dag in gesprek met MKB'ers, met bedrijfsleven, met brancheorganisaties, contacten met ministerie, contacten met mijn beleidsmedewerkers die ook thuis zitten werken, om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, om zoveel mogelijk mensen te verbinden die elkaar nodig hebben. Daar komen ideeën om beademingsapparatuur te leveren. Waar moet ik zijn? Ik heb die hulp nodig. Dus eigenlijk in deze fase ben je een volksvertegenwoordiger en probeer je mensen te woord te staan en te verbinden.